Yo mensen, hoe van DNP.nl met vandaag een nieuwe video weer. En vandaag zijn we hier in het volgende deel van het verhaal over Kaasje. Waar we nu op dit moment zijn, is dat Kaasje is released op Android. Hij gaat fucking viral. We staan nummer 1. En het is nu tijd om verder te gaan updaten. Zoals ik in mijn vorige video over Kaasje heb gezegd, komt er een leuke update aan. Ga ik nu bespreken wat ik precies ga doen. Ik ga laten weten hoeveel het kost. Ga je laten zien hoeveel geld ik heb verdiend. En ik ga jullie hopelijk het goede nieuws vertellen dat hij ook in de Apple Store is. Maar dat weet ik nog niet, want dat weet ik nu nog niet. In ieder geval, ik had contact met de Tourione gehad. En ik zei de Tourione, luister, ik wil nieuwe mensen toevoegen. Wat ik eigenlijk wil, op het moment dat ik nieuwe mensen toevoeg, dat ze allemaal hun eigen geluidje kunnen hebben. Want dat lijkt me vet. Zo hij van luisteren, dat kan, bla bla. Trouwens ook mijn video gekeken. I just finished your video. It looked very funny, even though I don't speak Dutch. Ziek mooi. Toen besloot ik om te gaan kijken welke karakter ik toe wilde voegen. Nou, als eerste, natuurlijk, ik moest gelijk denken, Marky moet toegevoegd worden. Marky moet erin. Mark moet erin. Daarna besloot ik van, oké, ik wil nog wat andere YouTubers erin, namelijk Bassie en Slotta. Dus ik heb ze allebei een bericht gestuurd van luister, wil je erin? En allebei zeiden ze gelukkig, ja! En natuurlijk mocht er één man niet ontbreken. En dat is natuurlijk niemand meer dan Aad de fucking Mos. Kaasje, het is wel iets. Dus wat ik toen heb gedaan, hoofdjes laten maken van alle mensen. Dit is Aad de Mos. Dit is Mark. Prank! Dit is Bassie, lijkt echt goed. En dit is Slotta met 69 op zijn wang. Want hij is natuurlijk echt vies van de vieze. Daarna besloot ik, want ik had het er met de gasten over, dat we eigenlijk voor iedereen een nieuw hoofdje gingen maken. Behalve voor mij. Want op het moment dat we van mij ook een nieuw hoofdje zouden maken, het probleem zou dan zijn dat alles van de game veranderd moest worden. Ook het plaatje van de game en het filmpje en zo. Alles zou veranderd moeten worden, omdat ik dan een nieuw hoofd heb. Dus mijn hoofd lees hetzelfde. Van Milo, Raoul, Matty en Rob ging ik ook nieuwe hoofdjes laten maken. Maar die zijn op dit moment nog niet klaar. Dus die kan ik nog niet aan jullie laten zien. Wel weet ik hoeveel het nu gaat kosten. Want wat ik dus ga doen, ik ga deze nieuwe characters toevoegen. Maar van 3 characters. Die kan je kopen met muntjes. Dat zijn namelijk Bas, Frank, Slotta en Aad. En Aad kost aardig wat muntjes. Namelijk 50.000. En Bas en Slotta kosten ja, of 7,5 of 15.000. Ik weet niet, misschien verhoog ik dan naar 15.000. Denk het wel. Dan kunnen mensen wat langer spelen. En Mark, die kost gewoon lekker centen. Mark, jongen, als je dit kijkt, als je een paar keer gekocht wordt, dan ga ik lekker met jou uit eten. Dus koop nou die Mark. Vierse video's trouwens leuk. Doe dan zeker een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Ik ga je straks laten zien hoeveel ik ermee verdiend heb. En hoeveel dit gaat kosten. Want deze update gaat aardig wat kosten. Wat ik nog meer wilde is dat er een soort speciaal iets kwam. Zodat iedereen zijn eigen phrase had. Bijvoorbeeld bij mij. Dikke vette huts. En de rest van de phrase ga ik niet vertellen. Maar iedereen heeft dus zijn eigen phrase. En hoe kan je achter die phrase komen? Dat is door middel van dat poppetje te gebruiken. En de nieuwe power-up in te zetten. Want er wordt op dit moment een power-up toegevoegd. Waarschijnlijk wordt het een soort parachute. En die kan je inzetten. En dan kan je een soort makkelijk parachuteren. Lekker parachuteren. Op het moment dat je dat inzet, dan vertelt dat poppetje dus zijn eigen catchphrase. Maar ik ga natuurlijk niet verder vertellen wat de catchphrase zijn. Dan moet je lekker zelf uitvinden door het spel te gaan spelen. Maar ik moet zeggen, dat kost wel wat centen. Hij zegt ook van luister, het kan. En hij is ook druk mee bezig. Maar het kost wel geld. Het kost namelijk 524 euro. Mijn goede! 524 euro. Dit is ongelooflijk. Dit is niet te geloven. Niet te geloven. Maar aangezien we natuurlijk willen dat de app zo goed mogelijk wordt, gaan we het gewoon betalen. En er komt nog 26 euro service fee bij. 550 euro. Nou, ik vind het bizar. Maar er komt dan nog extra geld bij ook, hè. Er komt ook nog andere fees bij. Dit is zo, waarom doe ik dit? Dit slaat helemaal nergens. Mensen, doe dit thuis vooral niet na. In ieder geval, die update gaat nu eens gemaakt worden. En ik hou jullie op de hoogte. En ja, leuk. Spanning, sensatie. Ik hoop gewoon heel erg dat hij ook op Apple kan. En ik hoop dat die update vet wordt, maar het gaat helemaal goed komen. Ik ga nu de geluidjes allemaal sturen naar hem. Dit wordt schitterend. Mensen, daar zijn we weer. Een paar dagen later en het is zover. De nieuwe update is live en het is echt super vet geworden. Geloof mij, het is super vet. Waar ik uiteindelijk nog voor gegaan ben is om alle hoofdjes te veranderen. Ik had dus die 533 euro betaald. Dan heb ik nieuwe hoofdjes gestuurd, namelijk dit is Raoul's nieuwe koppie. Dit is Rob. Nou, Rob lijkt gewoon. Dit is Milo. Nou, ik ga je hem straks ook in-game laten zien. Je gaat echt stuk. Ik zweer het je. En dit is Matty. Nou, dat lijkt gewoon goed. Lijkt fantastisch. Ik ga straks laten zien hoe het er in-game uitziet. Luc DZN op Instagram. Hij heeft deze kopjes voor mij gemaakt. Dikke shout-out naar jou. Dankjewel. De kopjes zijn fantastisch gelukt. Hij heeft dus ook die parachute toegevoegd. Wat ze maar inhoudt, ik ga het even. Anders laat ik het gewoon zien terwijl ik een lekker potje aan het spelen ben. Terwijl ik even een lekker potje aan het spelen ben. Nog steeds mensen kijken de vraag: wanneer komt hij op iOS? Het is nu als volgt. We hebben hem ingediend. En dan moet je door een paar soort van checks heen. En de eerste checks zijn erheen gekomen. Dat is top. We hebben zeg maar best wel goed een soort van case. Omdat hij op Google is niet normaal vaak gedownload. En heb je nou de update dan niet gedownload? Doe het dan zeker. Want er zijn ook weer dus nieuwe karakters die ik kan vrijspelen. En dus de nieuwe update met die parachute. Met dus geluidje. Dat is fantastisch. Ik ga ze niet allemaal laten horen. Dat ik alle geluiden hoor. Even voor jezelf. Natuurlijk helemaal geen invloed meer om te maken. Of te doen bedoel ik. Ik ga er met eentje spelen en dat is met besef dit. Kijk die Milo en kijk Rob. Het is ongelooflijk. Het lijkt zo goed. Ik vind het fantastisch. Dan hebben we hierna hebben we Raoul. Sorry Raoul voor je haar. Het spijt me. Hebben we Matty. Schitterend. Priscilla is hetzelfde gebleven. En dan de nieuwe Slotta Frank. Met alleen een onderbroek aan, want hij is natuurlijk een ongelooflijke viezerik. We hebben Bas. Bassie, heerlijk. Ziet er goed uit.
Die kost 50.000 kaarsjes. Heb je Aad nou helemaal vrijgespeeld? Stuur het dan naar mijn Instagram. En we hebben Mark. En Mark kost 5 euro. Nou, die gaan we zeker even lekker kopen. We hebben Mark. Maar ik ga niet met Mark spelen. Ik ga met mezelf spelen. Want ik ga je namelijk iets laten zien, mensen. De nieuwe update. Ik hoor trouwens van sommigen nog steeds dat er een soort jump glitch in zit. Als je springt, dat hij het niet doet. Ik heb het doorgestuurd naar de maak van de app. Hij zegt van ja, kijk, het is raar. Want er hoort eigenlijk geen jump glitch in zitten. Wat hij nu gaat doen, dat hij de hele app opnieuw gaat maken. Nou, hij is helemaal gek. Ik zou zeggen, Koen, krijg maar lekker de vertering. Maar de Tourione, hij is een ongelofelijke legend. Hij zegt, ik ga hem helemaal opnieuw maken. De mensen daar geen last van hebben. Maar dan tijdens de volgende update vind je eigenlijk weer een volledig nieuw spel. Maar zonder die glitch erin. Want hij weet niet waar die glitch zit. Maar het is wel minder erg dan de vorige keer, hè, vond ik. Want ik had de vorige keer ook wel eens last van de jump glitch. En daar heb ik nu geen last meer van. Kijk maar even gaan. Maar ik wil even de parachute vinden. Ik wil de heerlijke parachute vinden. En iedereen heeft dus, als je de parachute pakt, heb je een eigen geluidje. Elke poppetje heeft zijn eigen geluidje. Dus ik heb weer een ander geluidje dan Roel en dan Mark en dan Mattie. En iedereen heeft een geluidje die wel ja, bij diegene past, vind ik. En mensen blijven ook lekker kaarsjes spelen op YouTube. Ik zie jullie. En wat gaan we trouwens lekker zeggen? Gaan we ongelooflijk lekker hier. Hartstikke deetje. Maar nogmaals, die iOS-versie. Ja, als die nou niet goedgekeurd wordt, ga ik wel even janken, moet ik zeggen. Ben ik gewoon eerlijk in. Want ik wil gewoon dat die goedgekeurd wordt. Hey, ik ga trouwens ongelooflijk. Ik ga mijn eigen highscore even halen hier. Ik ga even de hoogste highscore in het algemeen ga ik verbreken. Ik zit er ongelooflijk lekker in. Vraag alleen, waar is mijn parachute? Nee! Nee! Oh, sommige mensen zeggen ook dat ze lag hebben. Moet ik zeggen, dat ligt waarschijnlijk echt. Oh, wow, dit is helemaal nieuw dit. Dat ligt waarschijnlijk echt naar je telefoon. Ja, sorry daarvoor. Dit is natuurlijk een high quality app. Check idee. Ho! Nou ja, ik ben genakt. Ik ben genakt door die gehaktbal, omdat ik niet ver genoeg sprong. Oké, geef mij de parachute. Daar is hij, de parachute. Hoor je dat, mensen? Dikke vette rups. Dat is mijn geluidje. Dat is toch fantastisch? Iedereen heeft zijn eigen geluidje. Wil je nou erachter komen welke geluidje je dan heeft? Ga dan spelen en speel iedereen vrij. En met name, koop nou die dingen. We verdienen geen tyfus. Ik had trouwens gezegd, mensen. Oh, ik heb hem gewoon nog een keer. Dikke vette. Kijk op die mega kaas. Dit is toch fantastisch? Dit is toch fantastisch? Even serieus. Dikke vette rups. Nee! Oh, doe ik het weer. Hetzelfde als net. Oh. Reclame, wat vervelend. Kijk, zal ik er nog eentje laten zien aan jullie? Laat ik Raoul. We gaan ook nog even Raoul laten zien. Raoul, wat is Raoul? Wat is hij oud? Wat is hij oud en bejaard? Ons Raoul. Ik moet zeggen, ik heb persoonlijk niet echt last meer. Maar het zit er nog wel in hoor. Want iemand stuurde me net een filmpje, dan zag ik het ook. Maar dat wordt dus gefixt bij de volgende update. Hij is er alweer mee bezig. En ik wil ook weer nieuwe mensen gaan toevoegen. Dus heb je nou een idee van Koen? Je moet deze persoon echt toevoegen aan Kaasje. Laat achter. Ik heb heel wat de vraag. Voeg Royalistic toe. Ik heb het gevraagd. Helaas, hij wilde niet. Wat ik totaal niet begrijp. Heb je nou nog mensen? Laat het achter. Iedereen, niemand is gek genoeg. Kan het in ieder geval vragen. Kijk, als het dan doen nog niet, dat is weer een tweede. Dat trouwens beloof ik in deze video ze laten zien of ik verdiend had. Maar dat laat ik nog één video op zich wachten. Misschien twee. Want ik wil eigenlijk dat hij ook op Apple is. Zodat we in één keer kunnen zien wat er ze maar beter doet. Apple of Google Play. En daar ben ik eigenlijk benieuwd. Daar komt hij! Ik zeg bij Roel, ah, boomer. Zeg Roel, ik ben geen boomer. Ja, ik ben nu eigenlijk aan het rennen, maar ik heb nu ook al laten zien wat ik wilde laten zien. Maar ik wil alleen even laten zien dat ik ongelooflijk lekker ga. Stuur mij vooral mensen die Insta-DM's. Oh, dit is niet slim. Oh. Met wat je beste score is. Ik wil weer lekker wat in mijn story plaatsen. En ook als je dus Aatje hebt vrijgespeeld, laat het vooral weten. Wat gaan we lekker? Jongens, ik zweer het je. Jullie doen allemaal wel leuk, maar ik ben duidelijk de beste speler in de game. Hartstikke idee. Trouwens, ik ga even naar de leaderboard straks. Nou, dan ga je iets zien wat niet normaal is. Een score, dat is bizar. Oh, fuck. Oké, jammer. 340k is niet slecht. Maar als ik jullie scores zie, dan is het wel vrij slecht. Moet je even zien. Leaderboard. Op nummer 1. Standerwile. 5842 kaarsjes in één potje. Waar gaat dit over? Waar slaat dit op? Ik vind het bizar. Ik vind het ongelooflijk. Bizar. Bizar. Maar mensen, dat is een nieuwe update. De jump glitch is minder. Nog niet helemaal weg. Maar dat wordt weer gefixt bij de volgende update. Er zijn nieuwe poppetjes. Ga nou spelen en speel die poppetjes vrij. Ik denk dat als eerste Aad de Mos vrij speelt. Die krijgt van mij een dikke vette high five. En als je nou denkt van ik wil Mark kopen. Helemaal goed. Doe dat. Vooral. Koop nou die Mark. Dan wil ik tenslotte nog even een kleine shout-out doen. Naar mijn boy, de Tourione. Wat een ongelofelijke superster. Moet je kijken. Iedereen geeft hem ook 5 sterren. Wil je nou ooit een app laten maken? Wacht nog even. Totdat mijn app zeg maar helemaal loopt. Dat vind ik namelijk fijn. Want dan op dat moment dat zo is, dan heeft hij zeg maar meer tijd voor mij. Ding is ook, hij werkt echt fulltime aan wat ik doe volgens mij. Maar dan krijgt hij er ook echt flink saa voor natuurlijk. Maar laat vooral achter. Stuur mijn Insta-DM of laat achter in de comments wie ik de volgende keer moet toevoegen. Ik heb echt een leuke kaarsenvideo voor jullie klaarstaan die er aankomt. Ik ga namelijk alle banken gaan kaarsen laten spelen. Wil je video nou snel zien? Doe dan een duimpje maar op mijn kanaal. En abonneer hier beneden. Abonnees gaan bizar goed. En laat jouw favoriete character die je nu je favoriete character vindt achter in de comments. En volg mij nou op Instagram. Want dan blijf je op de hoogte wanneer de game op iOS komt. Op het moment dat die op Apple komt, de game staat erop. Eerste waar je het ziet is op mijn Instagram. Dus volg mij nu. Mensen, dankjewel voor het kijken. Ik vond het hartstikke leuk. Ik zie jullie weer bij de volgende video. En dan zeg ik... Mensen, besef even, ik ben nog niet weg. Ik ging eens even kijken naar Kaasje. Want ik zag op Kaasje op YouTube. De Kaasje update. Moet je zien hoe fucking veel via... Kaasje hacken? Huh? Deze had ik trouwens gezien. Deze Kaasje hacken. Het werkt niet. Dit is... fantastisch geëdit, moet ik zeggen. Maar ach. Deze vent heeft gewoon Aad vrijgespeeld. Hij staat eerst. Dit is de eerste. Hij staat eerst. Dit is een update met Kaasje. Maar. Wat? What the fuck? Matty heeft de blond haar. Dat is wel heel goed. Maar wat de fuck is met Raoul gebeurd? Slotta. Passie.
Oh, Mark. Mark, ons alle Mark. Iemand heeft hier gewoon 2 uur lang kaasje lopen streamen. Yo mensen, tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe video hier op kanaal Daan Kanon. Hij gewoon aat. Kijk, hier, gelijk de update. We kunnen lekker gaan... Je moet je geluid aan doen, dan hoor je Slotta praten. Kijk, Slotta ook, die is naakt. Wat schitterend. Ik ben nu bezig met... What the fuck? Ons kaasje. Ik ga al die video's nog een keer checken, want ik vind het echt geweldig. En nu is het echt tijd om weg te gaan. Spijt me mensen, ik ga al. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat, een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt de dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.